Waar lach je trouwens wel om? Dus ik ben nu af te vragen. Wie vind je nou echt grappig? Dat je zegt, los van jezelf dan. Nou, ik lach altijd. Jij hebt iets, jij bent nooit leuk. Maar als jij lacht om je eigen grappen, dat doe je doorlopend, dan kan ik om die lach van jou wel lachen. Dan kan je lachen. Maar er zijn geen mensen... Nee, dat is even stuitend als leuk. Nou ja, ja. Ik heb weer verschrikkelijk gelachen om die Kalle Bosser die Erik Dijkstra nadeed. Ja, dat vind je geweldig. Zo hè? Goed. Ja. Zo goed, man. En ik heb zondagavond om die nieuwe serie... De Luizenmoeder. De Luizenmoeder, ik, ja. Ik zag het bij de Wereld Draait Door, toen ben ik terug gaan kijken... Maar dat is een beetje onze humor. Ja, dat kan. Die donkere man binnenkomt dat hij zei... Kom over 20 minuten even terug om schoon te maken. Dat vond ik ook zo. Maar dat was een van de vaders, toch? Dat was een van de vaders. Ik heb... Nee, maar ik heb gehoord... Ja, het is goed, het is fout. Het is heel fout. Dat toen mevrouw Simons in Amsterdam boven op dak is gaan staan... en die heeft gedreigd om naar beneden te springen. Ja, ja. Want nu iedereen dat een leuke serie vindt... heeft ze niks meer te mopperen. Ah, goed, nou ja... Ze heeft genoeg andere dingen aan haar hoofd. Hè? De een is niet psychiater, de ander blijkt toch nog een beetje actief te zijn. In, ja, ze zijn allemaal verkeerd, hè? Die, ja, ja. Die ene die kwam solliciteren op die school. Die nee, zei, ik heb het niet gezien, maar zei, ga door. Ik ben geen pedofiel, tot die leraar zei... Ah, we zijn allemaal mensen. Hey, het was echt leuk, het was echt leuk. Maar die gaan we nog een stapje verder nog, inderdaad. Ja, ja, ja. Die gaan, ja, dat is ja. Echt grappig. En het gekke is, ze hadden helemaal geen voorpubliciteit gehad. Ze nee. Posten, waren ze er. Maar het was wel onschuldig humor ook. Het was best wel onschuldig. Ja, dat zeggen ze over ons niet. Nee, maar het was echt onschuldig, weet je. Ja. Wat leuk. Maar het lag ook zo voor de hand, joh. Toen die man binnenkwam, dacht ik, oh, die gaat dat zeggen. Weet je? Ja. Dat ligt heel erg voor de hand. Ja. Nou, die juffrouw, die is fantastisch. Ja, ja, ja. We zitten over Sigrid te praten, maar de helft van de weer gaan zien. Nee, maar de mensen, het is op het ogenblik zo... je moet Voetbal Inside kijken en Luizenmoeder. Dan... Ja. En verder? Nee, dan kruip je over de grond van het lachen. Maar had je te doen met